Ik denk dat het hem is. Ah! Nee. Kijk, nu is mijn vraag. Wil jij een nummer met mij maken? Dat is een nee. Niet die aan kan lopen. Ik ook niet. Ah! Oh. Niet wat daar komt aanlopen. Hé, nee! Dan gebeurt er dat. Bijna. Kut, sorry. Nee, dit wil ik niet. Dit... Oh, ik wel te Gerard dacht. Hey, met Bakkes. Hey, mijn Gerard. Ik heb ongelooflijk goed nieuws en dan moet ik even in je gezicht zeggen. Zijn voicemail. Spreek een toon in na de piep. Dat meen je. Ik altijd met jouw rot voicemail. Ik heb vandaag echt geen zin om jouw voicemail in te spreken. Piep. Allemaal maar terug, aap. Hey, met Bakkes. Geen voicemail alsjeblieft. Hallo? Hey, Bakkes. What's up? Hey, ik heb belangrijk nieuws en dat moet ik jou even vertellen. Waar ben je? Zijn voicemail. Nou, ja, hij staat. Ik haat je voicemail. Ja, die voicemail is vervelend, hè? Ja, die is heel niet. Vervelend. Die is vervelend, hè? Die is ongelooflijk. Oh, Gerard, wat doe je nou? Gerard, we gaan op vakantie. Oh, Gerard, zijn het. Ja, dit zijn wij. Ik ben tuinman van beroep geworden. Hey, Marcus, wist Gerard, je dat ik trouwen Gerard, met ons? Gerard, wat doe je? Gerard. Ik val op. Oh, nu hoor ik ook nog eens gebeld door Kane. Hallo, Kane. Spreek met Marcus. Hey, Marcus. Zijn voicemail. Een grapje. Hey. Ik heb een hele mooie voicemail. Hier staat hij naast mij. Ja. Ja. Maar hij wil zichzelf een beetje voorstellen. Ik weet niet of je het even tijd hebt. Ja, prima. Ja. Oh, wat is dat stom? Ik heb last. Je staat midden op een kruispunt. Kijk, zo. Hier, meneer. Zegt u maar niks tegen ons. Ik tackle je. Kom, we gaan, Marcus. Nee! Ah, mijn neus! Oké, ga verder buiten. Als de neus Nee! Ja, dat klopt. Stop! Laat me nou met rust! Oh! Meneer, ik wil het niet op mij liggen. Laat mij eens opstaan! Nee! Ja, nou, ik wou eigenlijk even vragen hoe de pijn in de wortel steekt. Ja, het is een beetje hectisch op het moment. Ik kan Piet wel vragen en dan krijg ik ook wel antwoord. Dan gaat het maar niet. Ja, ik denk, het is een beetje hectisch op het moment. Ja, want ik weet dat het een beetje uit elkaar valt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus, en hoe sta jij er nu in dan? Blijf jij nog? Ga jij weg? Dat hou ik nog even voor mezelf. Dat hou je voor jezelf. Ja, maar dat is nog, als ik nu iets zeg, kan het volgende week nog anders zijn, weet je? Ja, nee, precies. En Kane, die was... Ja, daar ga ik nu mee. Oeh, vogeltje. Daar ga ik nu mee hier in Sase. Ja, ik kan al voorbij staan. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Ah, tuurlijk is dat woutig. Nee, dit gaan we niet doen. Yo! Ja. Ah, stop! Maar even serieus, hallo. Waarom zie ik Max niet? Hoezo, je ziet mij niet? Hé! Hey, nee, mijn muts en mijn bril! Weet je hoe hip ik was? Ik zie jou niet eens. Weet je hoe hip ik ben? Ik heb alleen de motor die ik heb gekregen. Nee. Mijn pad. Nee, dat is klopt. Nee! Hier. Waar ga je heen? Waar ga je helemaal heen? Wat gebeurt er? Hier, daar gaan we. Jou geholpen. Hou nou eens op! Dat je me nooit meer uitkrijgt, man. Hey, met hoeveel bouten zit die? Met hoeveel bouten zit die spoiler van? Zit dat ding vast? Dit is zo. Even kijken. Zo! Even kijken. Ik zie twee, drie. Godverdikke man, dikke hart. We kunnen beter sterren op het ijsje, man. Die lach van Lucas, jongen, wat goed. Die lach van Lucas. Hoe is het met dat van die sterren gingen duiken? Kierol, Lucas, jongen. Nee, hey, Lucas, jouw lach, jongen. Als je me nou een keer liet, dan mag je het ook... Oh, nee! Nou, doe! Nee! Waarom ik altijd? Waarom ik altijd? Mauto! Waarom moet ik altijd dood? Nee, ja, je altijd hetzelfde! Ik ben dood. Althans, ik ga dood. Het gaat al. Dit is Kevin. Ja? Waar ik gisteren over en heb verteld in de auto. Oké, okay, top. Ja, gezellig. Al lange maat of zo, of weet ik veel wat. Ja. Nog nooit over Kevin gehoord namelijk. Nieuw in de stad? Klopt. Ik heb Kane en Turbo heb ik ontmoet in, hoe zeg dat, Monaco. Bij een Formule 1 wedstrijd. Nee. Maar wat zijn jullie plannen? Ik weet niet hoeveel jij van de geschiedenis weet over Kane. Kevin, denk ik... Nou, wat is dit alles? Zo wat? Ja? Ja, ja. Nou, wat zijn jullie plannen nu? Nee, ik ben lekker mijn eigen bedrijf aan het voorzetten hier ook. Ik ben niet een beetje groot geworden in de onderwereld. Dat ik even kan kijken wie ik aan het lijntje kan houden. Ja. Hey, Marcus, wat lekker. Sorry dat ik kan, dat wou ik zeggen. Sorry dat ik aan het niet meer, maar wij iedereen hangt op. Gerry en Lingling gaan over 3 minuten een live concert geven bij het Openluchttheater. Ben je ook van de partij? Zijn voicemail. Ach, nee, grapje. Oké, kom eraan.
Oké, kom naar het openluchttheater. Oké? Nu. Nu ja. De Kuipers, politie, Roeveen, de klantenservice van de blauwe pet. Oh mijn god, wat klinkt jij depressief? Ja, omdat ik echt al ongeveer 7 keer gebeld ben in de afgelopen 10 minuten en ik probeer een dienst te draaien. Ja, ik heb een leuke locatie voor een dienst en ik zie dat je zo depressief bent of je klinkt depressief. Dan gaat het een leuke optreden zijn bij het openluchttheater. Ja, daar heb ik echt geen tijd voor. Oké, dan steek ik hier iemand neer. Sterker nog, ja, nou succes. Nou, dan moet je, dan krijg je melding. Aanhouden. Nee, dan krijg je melding en dan kom je hier. Nee, maar doe maar niet, want het wordt al veel te veel. Ja, kom op, er zijn genoeg agenten in dienst. Nou, nee, niet dus. Dat is een probleem. Oké. Eerder, die komt er niet aan. Goedemiddag, hebben we er een beetje zin in? Ja, je krijgt nog 2 mensen, meer kon ik niet regelen. Ik heb heel veel mensen gebeld, maar ik heb zo'n gevoel dat niemand komt. Is het een privé-show? Jij vieze vette hoorgang. Kom naar het openluchttheater. Waarom? Gezellig. Er komt een show. Alright, openluchttheater. Ja, en neem je vrienden maar mee. Het is niet mijn show. Ik ben alleen, dus ik neem al mijn vrienden mee. Top. We zitten in een endless loop. Gaat het Wouter en Ling Ling? Nee, dat is niet. Ling was er net uit. Ling Ling kan nooit meer opstaan. Laat mij opstaan. Ik word hier toch helemaal tieren liggen. Zo! Wow! Het is best zwaar om dit te doen. Ja, ik weet ook niet hoe lang ik dit vol had. 2, 1, kijk maar naar huis en om je heen. Dit is pas moeilijk, Marcus. Het is gewoon de avond, hè. Het vliegt er toch nooit ergens heen. Jullie hebben 2 kijkers van vandaag. Dit is wel het. Sorry Lorenzo dat ik hier in heb gebracht. Wat is dit? Het spijt me. Oh, jongens, we hebben allemaal dezelfde rugtattoo. Ja, dat zeg ik. Is dat een feministische tattoo? Echt? Ja. Daar ben je. Ja, daar kwamen we ook pas net achter. Ik denk dit is gewoon een mooie tattoo. Ja, ik vond hem ook mooi. Maar het is dus voor feminisme staat dit. Is een leuke show trouwens jongens, ik heb opgelet. Ja, ik heb een tijgertje. Sorry, wat waren jullie aan het zingen? Kunnen jullie het nog eens doen? Ja, kut Lorenzo. Kom. Oh, denk niet. Ah joh! Wat is dit voor kut iets? Oh! Auw, wat is dit irritant? Wanneer Kevin dit is toch hartstikke goed voor de even lezen. Lezen. Godverdomme, wat is dit kut? Oh, nu kan ik eindelijk politieagenten tackelen. Lorenzo, waar ga je heen? Ja, ik zoek mijn balans. Ja, ik zoek. Oh, toch niet. Nou, het is een leuke show, Gerard. Oh, mijn god, mijn deur! Nee! Jullie hebben het gezien, toch? Ja. Kom, brandde Gerard's auto af. Ja, waar staat hij? Daar, die rode, die kleine. Ja, gas erop. Oh! Holy fuck! Gerard! 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 Oh! Nee! Wat was dat, hè? Ja, Gerard in de fik! Nee, ik leef nog! Die auto! Dit is de beste verjaardag ooit! Gefeliciteerd Lorenzo! Ja, nou gaat hij wel kapot hoor. Nee! Gerard, weet pakken, ja, red je auto, Gerard! Nee, red je auto, Gerard! Nee! Gerard, niet doen! Gerard, kom maar! Gerard! Oh! Ja! Oh! Hé? Gerard! Kijk, je auto is nu gecrimeerd, wanneer crimeer jij? Gerard, ja, hij blijft ook echt fikken. Oh mijn god. Wat is onze volgende bestemming? Waar gaan we naartoe? Ik weet het niet. Waar kunnen we Gerard naar beneden gooien? Waar kunnen we hem nog meer pesten? Wat ga je doen, jongen? We gaan jou van de dam gooien. Nee. Oh, ik was bang. Doe niet dan. Gerard. Nee. Gerard. Gerard. Wat goed. Je moet spatie gebruiken. Nee. Dit is echt een domme video voor jullie. Gerard. Gerard. Hier, Gerard. Ik denk dat Ling een tijdbom heeft. Gerard. Ik weet... Gerard. Jongens, Ling heeft een tijdbom. Wat? Houdt hij bij jullie ook op de helft? Hé, Peter. Gerard. Wouter. Waar is Gerard nou? Gerard hangt toch de helft? Mij hangt hij dan. En Nee. Oh, nee. Stop. Ja. Nee, ik hang nog steeds. Help.
Nee! Laat me met rust. Ik moet naar een afspraak, ik zie jullie. Ja, dan ga ik ook mee. Nee! Er komt politie aan, Ling Ling. Nee, 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 nee. Don! Oh, wat? Nee, 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 nee. Kan ik instappen of niet? Nee, blijf lekker staan. Ga in het midden staan, of ga in het midden zitten. Maar wanneer is je bruiloft nou? Bijna. Je moet mij nog steeds accepteren, hè? Dan kan ik nog steeds. Ik kan je. Nee, 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 nee,